In de gouden zandduinen van Dubai, waar luxe de norm is, lijkt het erop dat onze eigen Gordon een zware financiële storm trotseert. De roddels die al langer de ronde deden, worden nu bevestigd door niemand minder dan Yvonne Koldewijer. Zij had het bij het rechte eind. Gordons financiële imperium vertoont barsten, en hoe? Het gerucht gaat nu dat de zanger en ondernemer geconfronteerd wordt met een schuldenberg van maar liefst €1 miljoen. Is dit het begin van het einde van Gordons extravagante levensstijl? Onlangs deelde Gordon nog vol trots hoe gelukkig hij was in zijn leven, maar achter de schermen lijkt de realiteit minder rooskleurig. De financiële documenten van zijn koffiezaak Blushing in Amsterdam vertellen een ander verhaal. Met de cijfers die onlangs bij de Kamer van Koophandel zijn ingediend, wordt een duistere sluier opgelicht. Miljoentjes schuld, kopt Weekblad Party, terwijl ze uit de doeken doen dat Blushings vermogen eind 2022 een dieprode kleur had van min €400.000, een aanzienlijke verslechtering ten opzichte van 2020. En dat is nog maar het begin. De cijfers van Gordons andere onderneming, die Hamburger Room BV, hebben het daglicht nog niet gezien, maar de voortekenen zijn niet gunstig, met een verondersteld negatief eigen vermogen van €423.000 eind 2022. Vanuit zijn exotische verblijf in Dubai, waar Gordon ooit heer en meester was over zijn domein, heeft hij nu een stap terug moeten doen. Van een weelderig appartement op The Palm naar een bescheidener onderkomen in de haven. Een verandering die hij met bravoure en een vleugje ontkenning tegemoet treedt. Ik zit hier in mijn gloednieuwe appartement. Ja, dan denk ik, laat ze toch allemaal maar lullen in Nederland. Volgens Evert Santegoets is dit gloednieuwe appartement een stuk voordeliger dan zijn vorige paleis. Hij zat eerst heel luxe op The Palm, maar nu zit hij in de haven, wat misschien wel wat gezelliger is, maar ook een stuk goedkoper, onthult Santegoets. Het lijkt erop dat Gordon noodgedwongen de broekriem aanhaalt.